Melchemie, het toenmalige bedrijf van Melchers, werd in 1986 veroordeeld tot een boete van 100.000 gulden voor de levering van landbouwbestrijdingsmiddelen aan Irak. Het middel stond op de lijst van verboden producten, omdat het gebruikt zou kunnen worden voor de productie van gifgas door het regime van Saddam Hussein. De SP komt daarom dus niet naar Museum Moor. En ook de Partij voor de Dieren niet. De reden was dat we er door de collega van de SP op patent werden gemaakt dat er in het verleden illegale leveringen van grondstoffen voor bestrijdingsmiddelen zijn geleverd aan Irak door het bedrijf van de heer Melchers. Ik weet niet of hij er persoonlijk bij betrokken was. Misschien was dat een beetje een domme levering toen. De SP wil niet voor camera reageren. De plaatsvervangend voorzitter van de Provinciale Staten vindt het jammer dat er twee politieke partijen ontbreken. Ik heb begrepen dat zij zich hebben afgemeld. En dat vind ik jammer, maar ik respecteer hun besluit.